Ik had de titel natuurlijk alleen thuis nog even gewijzigd. Dat paste wel beter op de slide. Dus het is geworden Flora Batavia oud en nieuw onkruid. Maar het gaat nog steeds eigenlijk over exact hetzelfde onderwerp. En ik ben blij dat Marieke alsnog kon komen. Door mijn fout had ik de verkeerde datum aan het doorgegeven. Maar kon ze toch nog komen in de ochtend. In ieder geval helaas niet de rest van de dag. En we konden dus even snel nog ruilen. Dus voor sommige mensen zal het misschien vreemd zijn dat ik nu kom te spreken. Maar hopelijk maak ik dat snel goed. Ik wil het graag hebben over de Flora Batavia. Ik ben zelf samen met Esther van Gelder, die op dit moment de conservator is, oude drukken bij de KB, heb ik de hoofdredactie gedaan van de facsimile-uitgave, van de heruitgave, de beknopte heruitgave, zoals Marieke van Delft al uitlegde. Dat kan namelijk niet helemaal een heruitgave zijn, als moet je nog een keer 28 delen afdrukken en dat wordt wel een heel erg kostbaar project dan. Daar hebben ook ontzettend veel mensen aan meegewerkt. Ook ontzettend veel mensen van Floron hebben daaraan meegewerkt. Überhaupt heel veel floristen hebben meegewerkt om deze heruitgave eigenlijk gereed te maken. Maar tegelijkertijd ook een bijdrage te leveren. Eigenlijk een soort uit te kiezen. Een iconische soort of een soort die ze zelf graag lief hebben. Om daar een korte bijdrage aan voor te schrijven. En zo ook een beetje een Flora Batavia 2.0 te maken. Ik zelf doe aan de Leidse Universiteit onderzoek, eigenlijk meer een historisch, filosofisch onderzoek, naar de wortels van de invasieve exotenproblematiek. Eigenlijk dus de vroegste bronnen die hier melding van maken. En dat begint eigenlijk al vrij vroeg in de 18e eeuw met Carolus Linnaeus, die voor het eerst alle verschillende soorten die in de recente geschiedenis zijn binnengekomen in Zweden en Europa, om die samen te voegen, samen te nemen. En daar zitten dan ook heel veel soorten bij, zoals hij zelf zegt, die zijn door menselijk toedoen aangekomen. Hij ziet dat nog als een verrijking van het oude veteranenleger van Europa. Dus niet als een gevaar zoals dat meer in de 19e eeuw gaat opkomen. En het aardige van zo'n Flora Batavia, omdat het zo'n enorm tijdsbestek betreft, 134 jaar, zie je ook dat er veranderingen optreden in hoe men kijkt naar planten, hoe men planten waardeert. En ook natuurlijk gewoon de invloed van de wetenschappelijke ontwikkelingen. Het begint bijvoorbeeld heel erg met een Linnaeusse leest eigenlijk. Een flora zoals ook Linnaeus de flora van Zweden had vormgegeven. Maar later in de delen zien we ook de invloed van bijvoorbeeld iemand als de Candolle. Of ook later mensen die zich meer gaan bezighouden met een natuurlijke taxonomie ten opzichte van de kunstmatige taxonomie van Linnaeus. En je ziet ook iets veranderen, of in ieder geval zie je wat veranderen in de opvatting van wat onkruid mag heten. En dan begin ik natuurlijk gewoon graag met de filosofische vraag. Ja, wat is onkruid? Dat is een vrij lastige vraag. Misschien gek om te horen dat het een lastige vraag is, maar dat komt vooral omdat er niet echt een eenduidig antwoord is gegeven in de geschiedenis op deze vraag. Je wil natuurlijk het liefst wetenschappelijk gezien een heldere, wel omlijnde definitie. En dat is eigenlijk niet gelukt. Er zijn meerdere auteurs die schrijven ook. Er is heel veel druk ink heeft gevloeid om proberen dat woord te definiëren. En eigenlijk is dat tot de dag van vandaag niet lekker gelukt. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat in onkruid een zeker waardeoordeel zit. Er zit natuurlijk ook een beetje de relatie tussen mens en plant. En zonder mens geen onkruid. Althans, er zijn een aantal diersoorten die ook wel eens wat onkruid wieden. Bladsnijmieren of prieelvogeltjes. Maar voor het grootste deel zijn wij toch de enigen die onkruid wieden. En dat heeft dus toch wel echt iets met elkaar te maken. Hè? Zonder landbouw heb je eigenlijk ook geen onkruid. We weten ook wel van jager-verzamelaarculturen dat die eigenlijk geen onkruidbegrip hebben. Ergens heel logisch. Er is natuurlijk wel iets te zeggen voor een definitie die misschien gewoon wat generalistischer is. Een hele bekende definitie van onkruid is gewoon simpelweg een plant op de verkeerde plaats. Al is dat natuurlijk daar het woord verkeerd en plaats ook weer gelijk erg interessant. En als je nou begint met die beginperiode, dus de Flora Batavia start in 1800. En vlak daarvoor zien we in Nederland een werkje wat eigenlijk als een van de eerste probeert mensen de natuur in te krijgen. Dat is van Jan Floris Martinet. Die schrijft, naast dat je er gewoon een catechisme had, wat je moest leren, schreef hij een catechisme van de natuur. Om proberen mensen naar buiten te krijgen, om proberen mensen te laten zien hoe prachtig die natuur is. En dat is een soort vraaggesprek tussen een docent en een leerling. En dat gaat ook een stukje over onkruid. En dan is de vraag van de leerling, echter moet ik u over het onkruid vragen,
waarmede de velden vol zijn, hoe kan dit met de wijsheid van de schepper overeengebracht worden? Een goede vraag natuurlijk. We moeten ons bedenken dat Martinet, maar überhaupt in zijn tijd, had men zoiets als de natuurtheologie. Men dacht, er waren twee boeken van God, de Bijbel en de natuur zelf. En hoe kon het nou zijn dat in de natuur iets was wat als onkruid was, als onwelvallig werd aangeduid? Zodoende is natuurlijk vervolgens ook het antwoord. En ik moet u vragen, wat is onkruid? Zo gij zegt dat nergens toe deugt, dan bestaat er geen onkruid. Hè, hoe had het gekund dat God iets ondeugdelijks had geschapen? Dat kan natuurlijk niet. Maar wij zijn gewoon datgene onkruid te noemen wat daar groeit waar wij het niet willen hebben. En deze definitie, hoewel Jan Kop zelf doopsgezind was, deze definitie zie je toch eigenlijk worden overgenomen door zo iemand als Jan Kops. De eerste redacteur, hoofdredacteur van de Flora Batava en zelf landbouwcommissaris. En omdat hij landbouwcommissaris was, zien we ook heel erg een duidelijke, ja, landbouwachtige invulling van wat onkruid mag heten. Dus het, als er ergens onkruid bij staat, heeft dat vooral vaak te maken met het feit dat het op de akker staat, in de velden staat, in de moestuinen staat, waar men het liever niet wil hebben. Dus dan nu een korte quiz, kruid of onkruid, volgens meneer Jan Kops. En dan beginnen we met de echte koekoeksbloem, wat denkt u? Jan Kops, vindt hij dat onkruid of vindt hij dat kruid? Onkruid. Ja, waarom ook trouwens? Iemand, jij was heel overduidelijk onkruid, André. Gewoon een gok. Heeft geen nut. Ja, dat is waar. Nou is het niet zo dat omdat het geen nut is, dat het dan meteen ook onkruid is. Maar dit is inderdaad wel degelijk in de weilanden als onkruid te rekenen. Heeft meneer Brugmans uit Leiden heeft dat beweerd en Jan Kops neemt dat over. Sorry? Had ik nog iets anders? Ja, schadelijk voor vee. Dat verdient uitgegroeid te worden. Ja, het is heel onvriendelijk. Ja. Nee, heel veel van de mooie planten die we tegenwoordig echt niet meer als onkruid aanduiden, hebben ditzelfde lot ondergaan. Dan de grote brandnetel. Kruid of onkruid? Volgens de Flora Batava. Ja, in Flora Batava, kruidplant, staat niks over onkruid bij. Sterker nog, er staat een enorme waslijst bij aan allerlei verschillende soorten gebruiken van brandnetel. Nou is ook wel dat de stikstofproblematiek toen een beetje anders zat. Hè? Dus toen was er nog een tekort. Inmiddels is dat natuurlijk niet meer het geval. De mannetjes varen, kruid of onkruid. Het is eigenlijk gek om van varend te spreken. Categorieën van onkruid en kruid. Ja, onkruid, gek genoeg hoor. Ik heb het even gewoon erbij gezet. Dus het staat in bossen een schadelijk onkruid. Latende geen plaats over aan de afvallende boomzaden om in de grond te komen. Of ontroven het voedsel aan de opkomende struikjes. Ik heb nog nooit in een bos gelopen met heel veel varens gedacht, god, wat een vervelend naar onkruid hier allemaal. Maar goed, toen hadden natuurlijk ook bossen nog wel degelijk, evenals nu trouwens tegenwoordig, nog ook wel degelijk natuurlijk ook een productie, een landbouwachtige kant. De paardenbloem. Het is natuurlijk ergens grappig, hè? Dat inderdaad, we tegenwoordig denken wij vaak inderdaad onkruid. Het is ook een beetje gek. Die naam is eigenlijk gek, hè? Want er is, paarden houden niet per se van paardenbloemen. Dus er is wat onduidelijkheid over waar komt eigenlijk die naam vandaan. En er is wel eens gezegd door iemand, vond ik eigenlijk wel een aardige gedachte. We doen wel vaker dat we een dier gebruiken om een negatieve kwaliteit van iets aan te geven. Bijvoorbeeld hondenweer of een hondenbaan. Heeft niks met die hond te maken. Maar vroeger gebeurde dat blijkbaar ook met paarden, zei men. Dus hij is mij verteld in ieder geval. Dus daarom bijvoorbeeld ook de paardenkastanje. Ook die heeft weer niets met paarden te maken. Maar dat was dan de onnuttige ten opzichte van de tamme kastanje die wel nuttig was. Maar in de Flora Batava tijd is dit, ja, het wordt zelfs aangeduid als een van de belangrijkste geneesmiddelen in de Bataafse apotheek. Dus echt een apothekersplant bij uitstek zit ook in de Latijnse naam. Hè. De soortnaam officinale komt van het Latijnse officina, wat apotheker betekent. Dus echt een hele belangrijke nutsplant. En dan nou, tot slot, lelietje van de dalen. Kruid of onkruid? Ook helaas, ook dit onkruid. Het is ook in weide voor onkruid te houden. Ook wederom door meneer Brugmans uit Leiden. Nou zien we, naar gelang dus die Flora Batava vordert, zien we eigenlijk een ander vakgebied meer van zich blijk geven sinds het begin van de 19e eeuw.
Een van de allereerste auteurs, Augustin Pyramus de Candol, schrijft een van de eerste essays, iets na Humboldt, die ook een essay schrijft over plantengeografie. Maar we zien eigenlijk aan het begin van de 19e eeuw zien we de plantengeografie opkomen. Men begint steeds duidelijker door te krijgen waar bepaalde natuurlijke verspreidingsgebieden zijn van verschillende soorten. En met het doorkrijgen van waar verschillende soorten voorkomen wild, begint men ook steeds meer in de smiezen te krijgen dat er heel veel soorten via menselijk toedoen van hun plaats raken. De eerste figuren, en dit is dan in Engeland, die dat opmerken is onder andere John Henslow, de docent aan Cambridge van Charles Darwin, en later ook Hewitt Cottrell Watson. En die John Henslow die begint eigenlijk met een artikel waar hij begint te fulmineren tegen de actieve floristen in Engeland. Die toch wel heel erg veel uitheemse nieuwkomers opnemen in die flora van Engeland. En dat vindt hij eigenlijk geen goed idee, of althans dat mag wel, maar dan moet dan wel even erbij worden vermeld. Dus hij schrijft dan Observations concerning the indigenousness and distinctness of certain species of plants included in British floras. Dus het gaat dan om de indigeniteit. De floristen hadden te weinig aandacht voor de herkomst van een bepaalde plant. En zo verschenen er best dus vaak planten die dus van hele recente geschiedenis eigenlijk waren. En hij stelt dan voor een soort legenda op te stellen waarbij je gebruik maakt van de degree, de graadteken of de dagger, wat wij dan de obelisk noemen. En met die obelisk en dat graadteken kon je dan aangeven, dit is vermoedelijk iets wat hier niet van nature voorkomt, maar recent is aangekomen. Ofwel, dit is heel zeker iets wat recent is geïntroduceerd door mensen. Dat is niet heel erg handig per se in gebruik, dus al vrij vlug komt er ook gewoon jargon. Grappig genoeg jargon wat uit het Britse recht voor een heel groot deel ontleend is. En dat is natuurlijk nog steeds vandaag de dag zo, dat de woorden die wij gebruiken voor planten, het naturaliseren, het inburgeren, dat zijn natuurlijk woorden die we ook vanuit de menselijke praktijk kennen. Hij is een van de eerste die daarmee start in de Sibylle Britannica. Heeft hij een opsomming van een native, nou dat weten we natuurlijk, een inheemse, dan een denizen, dat is een beetje een ongebruikelijke term, dat betekent zoiets als ingezetene. Dat zijn dan soorten waarvan men vermoedelijk wel weet dat het inheems is, maar niet zeker. Kolonisten, daar moeten we een beetje denken aan de adventieven eigenlijk vertegenwoordigd. Alien is natuurlijk heel duidelijk uitheems en incognita is, men weet het gewoon niet. Dit gaat ook in Nederland invloed krijgen. Een van de allereerste plantgeografen die we hebben, meneer Miguel, die begint ook voor Nederland eigenlijk een plantgeografische teksten op te stellen. En in dezelfde stijl als Henslow stelt hij voor dat er toch een soort jargon moet komen, een soort legenda moet komen om aan te geven dat iets mogelijk niet inheems is. Dus hij gebruikt daarvoor zelf het vraagteken en de obelisk. Dus nog heel weinig eenduidigheid zoals je ziet. En dan het vraagteken dus voor iets wat dubieus inheems is. En de obelisk dan voor adventieve. Advenia gebruikt hij nog een Latijnse term, wat gewoon zoiets veel betekent als vluchteling. Hè? In het Nederlands wordt dat trouwens passanten, aankomelingen en nieuwe burgers. Om een beetje een verschil te maken tussen soorten die misschien wel op de cultuurgronden als uitheems een tijd lang gedijen, maar niet zo heel erg lang of gewoon geen zaad weten te zetten. Aankomelingen die misschien wat langer blijven. En vervolgens de nieuwe burgers, degene die ook heel duidelijk ook in de vrije natuur zich gaan verspreiden. En een van de plekken waar in Nederland in ieder geval voor het eerst heel duidelijk wordt opgemerkt dat er zoveel nieuwe soorten binnenkomen, is hier, u kent het misschien wel, wie herkent dit? Dit is? Dit is een pothoofd in Deventer, inderdaad heel juist. Pothoofd in Deventer, wat vroeger een belangrijke overslagkade was van graan. Dus men kon met de boot aan de IJssel daar aanmeren en daar werd dan het graan overgeslagen. Daarachter, achter het pothoofd, een heel stuk verderop, ligt het een groot spooremplacement. Daar werd dan vervolgens het graan natuurlijk naartoe getransporteerd. Er waren grote graansilo's. En je kan het hier nog zien, er is nog iets van overgebleven zitten. Ja. Dus hier zie je nog iets van een toren. Ik doe allemaal dingen die volgens mij niet kloppen. Ja, deze is het, ja. En dan zie je ook inderdaad waar dat graan allemaal vandaan kwam. En natuurlijk met dat graan, dat weten we tegenwoordig heel goed, graanadventieven. Maar met natuurlijk het overslaan van dat graan ging er ook wel eens wat
onkruid, wat akkeronkruid, viel er daar tussen de straattegels. En het viel botanici op, en gelukkig had Deventer een aantal goede amateurbotanici, viel het op dat men best vaak iets aantrof in de straten wat daar gewoon simpelweg niet thuis hoorde. En dat zie je ook in de Flora Batava. Heel veel van de soorten, met name waar dan bij staat nieuw voor Nederland, daar zie je dat die in de pothoofd of aan de pothoofd worden gevonden. Of in ieder geval in de wijk naast deze haven. En meneer Heukel stelt ook voor dat we dit gewoon in het vervolg ook pothoofdplanten gaan noemen. Helaas is dat dus nooit werkelijkheid geworden. We spreken tegenwoordig gewoon van adventieven. En in het geval van pothoofd zelfs van graanadventieven. Maar niettemin vind ik het wel een aardig idee om dat te vernoemen naar die plaats. Hier zien we zo'n voorbeeld, de rode hoornpapaver uit het herbarium van Kok Ankersmit, een bekend botanicus, die ook meewerkte aan de Flora Batava. En dan zien we hier inderdaad ook de tekening en het herbarium exemplaar wat er dus bij hoort. Er was ook wel een soort interesse voor dit soort nieuwkomelingen. Er werd niet meteen heel negatief naar gekeken. Er was zelfs een soort curiositeit van, hey, iets nieuws. En was ook wel ergens een mooi brevet om dan in de Flora Batava te staan met een nieuwe vondst. Hè, een nieuwe soort voor Nederland. Maar ze waren wel natuurlijk maar heel vaak heel kort geleefd. Het waren natuurlijk soorten die misschien een keer een goede zomer hadden, dat het lekker warm was. Of misschien een keer een zachte winter, dat ze nog even konden blijven staan. Maar de meeste die verdwenen natuurlijk heel vlug weer. Dus heel veel van dit soort soorten, die vinden we ook gewoon inmiddels niet meer terug in Nederland. Dit is een foto van de Botanische Vereniging. En ook die Botanische Vereniging was zeer geïnteresseerd in dit soort adventieven. En deed dan ook regelmatig, gingen ze op excursie naar plekken waar die te vinden waren. Dan moet je denken aan die spoorwegen. Dan moet je denken ook maar aan wolkammers. Er werd heel veel wol ingevoerd vanuit onder andere Nieuw-Zeeland. En diezelfde meneer Kandol had al opgemerkt dat bij wolkammerijen ook daar heel vaak uitheemse planten te vinden waren, adventieven te vinden waren, die oorspronkelijk hier niet voorkwamen. Dus echt een enorme interesse. Trouwens, heel veel bekende, je ziet ook aan het lijstje erbij, heel veel bekende botanici en zo. Onder andere Van Ede, helemaal op de hoek van de Flora Batava, de hoofdredacteur geweest. Maar natuurlijk ook heel veel andere dingen gedaan. Maar ook heel veel andere bekende namen uit het botanische verleden van Nederland. Je ziet zelfs dat er een zekere positiviteit is rondom nieuwkomers. Hier vinden we de cranberry, een van de geliefde planten van diezelfde meneer Frederik van Ede, de vader van overigens, de bekende psychiater en schrijver. En dan schrijft hij over die cranberry, en dat is op zich vandaag de dag heel wat een beetje opmerkelijk misschien, zegt hij, wellicht zouden ook in ons land lage onvruchtbare veenstreken daardoor enig voordeel kunnen opleveren. Zeer zeker is haar naturalisatie meer gewenst dan die van de Elodea canadensis. Die Elodea canadensis was in een iets eerder deel verschenen. Maar hier zie je ook een beetje hoe wordt omgegaan met die exoten. Sommige worden erg geliefd, vooral als ze iets leveren wat wij zeer graag hebben. En cranberries is natuurlijk ergens iets heel fijn. Op Terschelling hebben ze dit ter harte genomen, dit advies. Maar er zijn natuurlijk ook inderdaad nieuwkomers die toch ook wel wat negatieve pers krijgen. En de Elodea canadensis is daar eigenlijk het beste voorbeeld van. Dan praten we eigenlijk over de allereerste goed gedocumenteerde Europese plantenplaag. Er waren al plantenplagen geweest in de koloniën. Denk aan Argentinië, maar denk ook aan Australië, aan de Kaap, in Amerika natuurlijk. Heel veel Europese soorten waren daar al verwilderd, waren daar al bezig als invasief exoot. Maar dit is de eerste waarvan het heel goed gedocumenteerd wordt in Europa zelf en er ook een zekere schrik is. Natuurlijk niet toen de beste meneer André Michaud, Frans botanicus, door Amerika reisde en voor het eerst deze plant optekende. Het is een plant die we vinden in de grote meren van Amerika, maar we vinden het eigenlijk van helemaal in het noorden van Amerika tot in het zuidelijk puntje van California. Dus het is een wijd voorkomende plant, niet per se een enorme woekerplant in Amerika, maar dat ging die in Europa wel doen. In Europa ging die bekend staan onder namen als waterpest. Of ook in het Duits trouwens, wasserpest. En ook in het Frans krijgen we eau de pest. En in het Engels krijgen we pondweed. Het wordt vrij negatief. Hij wordt ook opgenomen in deel 12 van de Flora Batava door meneer Hartsen. En
er wordt daar meteen ook een beetje gespeculeerd over hoe die nou hier is gekomen. In 1832-34 wordt hij voor het eerst waargenomen in Ierland. Vervolgens vrij kort daarna in Schotland. Waarschijnlijk omdat er grote landgoederen zijn die waterplanten aankopen uit Amerika. Daar komt hij dan mee. Maar mogelijk is het ook via de houttransport gegaan. Er werden heel veel sporen aangelegd. Er kwamen bomen natuurlijk die in het water dreven in Canada. Werden ingeladen en moesten hier via het water weer naar de plaats van bestemming. Waardoor het natuurlijk heel goed mogelijk was dat zo'n waterplantje mee werd genomen. Overigens alleen de vrouwelijke. De mannelijke heeft de oversteek nooit gehaald. Het is een tweehuizige plant. In de jaren 60 wordt die in Nederland ontdekt. Door diezelfde Miguel in de grachten van Utrecht. En dan schrijft hij op in zijn artikel, ik heb het even vertaald uit het Frans, tot groot vreugde onze botanisten, maar als een komende plantenplaag voor de magistraten van een land zo doorsneden met kanalen. Men had al gezien dat in Engeland dit voor grote problemen zorgde en Nederland was natuurlijk nog een waterrijker land met nog meer waterwegen. Dus men had er goed de vrees in. En in die Flora Batava wordt ook meteen een schuldige aangewezen. Ene professor Bergsma uit Utrecht, die had het in zijn hoofd gehaald om zo'n plantje in die Utrechtse stadsgrachten te gooien, omdat hij dacht dat het misschien een goede groenbemester zou zijn later. Gelukkig is zijn naam gezuiverd, dat heeft hij helemaal waarschijnlijk niet gedaan. Het is veel waarschijnlijker dat Utrecht, de botanische tuin daar, de kleine in de stad, dat die waterplanten kreeg uit Kew en dat daar al deze Canadese waterpest tussen zat. En dat die vervolgens is verspreid door Utrecht en natuurlijk vanuit Utrecht dan al heel vlug al door heel Nederland. Er wordt in de Flora Batava ook een manier aangedragen om de plant te bestrijden, die vrij modern klinkt in onze oren. Er waren meerdere ideeën tot bestrijding. Bijvoorbeeld was er de Belgische botanicus François Crépin, die schrijft dat je eigenlijk alle sloten moet droogleggen. Overal waar die zit moet je de boel droogleggen. Dan vernietig je natuurlijk ook meteen alle andere watervegetatie. Maar dat zou de enige manier zijn om hem te stoppen. In Nederland worden er wat andere ideeën geopperd. In Pruisen wordt nog voorgesteld omdat zwanen er erg van houden, dus dat er misschien meer zwanen moeten worden uitgezet. Maar in de Flora Batava valt op een gegeven moment te lezen dat, en dat is eigenlijk heel modern, een doeltreffend middel om de Eudora, een oude geslachtsnaam, in haar verspreiding tegen te gaan en haar groei binnen de perken te houden, waren voor ons vaderland geen geringe weldaad. Hè? Dus moeten we hem zeker tegen optreden. Zou het niet mogelijk zijn in Amerika enig dier, insect of vis op te sporen dat deze plant vijandig is? En dat dier evenzeer in onze grachten over te brengen. Natuurlijk een plan wat tot de dag van vandaag nog steeds uitvoering vindt. Niet ten aanzien van deze plant, maar inmiddels leeft in Nederland ook de Japanse bladvlooi, die het gemunt heeft op de Japanse duizenknoop. Dus het is een idee wat vandaag de dag nog steeds navolging heeft. En grappig genoeg is het waarschijnlijk ook de inspiratie geweest voor een van de allereerste bio-invasieverhalen die we vinden in de fictie. Dit is het boek War of the Worlds, later ook een radio-uitzending geworden van H.G. Wells, onder andere ook de schrijver van The Time Machine. En dat verhaal gaat over, u kent het wel, die Mars-invasie. Hè? Het zou slecht gaan met Mars. Die Marsbewoners komen allemaal naar aarde toe met van die grote tripods. En die vernietigen meteen een hele hoop mensen. En die zouden van die planeet gevlucht zijn omdat het niet goed ging op Mars. Dus het waren eigenlijk een soort vluchtelingen. Pivakeren een tijdje in Engeland, op de aarde. Maar al heel snel kwijnen ze weg. Maar wat minder bekend is aan het verhaal is dat ze een onkruid meenemen. Sterker nog, een onkruid waarvan H.G. Wells zegt dat het ervoor zorgt dat Mars zo rood kleurt. Het zou een rood onkruid zijn wat onbewust is meegegaan met deze aliens. En wat dus ook eveneens zich in heel rap tempo begint te verspreiden over vooral Engeland. Maar het verhaal gaat natuurlijk dat maar heel kort geleefd is, deze invasie. Want heel snel komen ze ziektekiemen tegen en wordt eigenlijk die opmars tegengegaan. Die marsbewonertjes gaan allemaal dood. En ook het onkruid sneeft eigenlijk in hele korte tijd. En het grappige is, dat is geïnspireerd door die Canadese waterpest. Want hoewel in die eerste jaren van de jaren 60 tot de jaren 90 er wel degelijk problemen waren in Nederland, zakte op een gegeven moment de populatie ineen. Men weet niet goed waarom. Men heeft het een beetje verbonden aan het feit dat het alleen die vrouwelijke plant was die hier was. Dus het was alleen vegetatieve vermindering. En mogelijk naar meerdere generaties vegetatieve vermindering zou dat verminderd zijn in groeikracht. In ieder geval zien we dat het vandaag de dag een soort is die op de rode lijst prijkt.
Vanaf dat die Canadese waterpest wordt opgenomen, zien we dat er steeds meer negativiteit komt rondom dit soort nieuwkomers. En het wordt ook steeds nauwkeuriger in de gaten gehouden. Laurens Fuik, een latere redacteur van De Laatste Delen op het Allerlaatste Deel Na, schrijft dan ook: opnieuw wijs ik op het groot belang van de arbeid der Nederlandse botanici om voortdurend het oog te houden op nieuwe indigenen en de veranderingen door deze in onze flora teweeggebracht. Hunne bescheidene waarnemingen zullen door het nageslacht wellicht hoger gewaardeerd worden dan men thans vermoedt. Dus hij roept echt op dat we dat veel meer beter in de gaten moeten houden. En ook bij de overheid begint hij steeds meer aan te kaarten dat men goed moet letten op dit soort nieuwkomers die mogelijk voor problemen gaan zorgen. En dat men er verstandig aan doet om liever tijdig in te grijpen dan te laat te zijn. Zo zie je dus dat eigenlijk een onkruidopvatting die heel erg begint mensgerelateerd, het is een plant die wij niet willen in onze akker, op onze velden, dat we langzaam gaan naar een onkruidopvatting waarbij je nog steeds kan zeggen: de plant op de verkeerde plaats. Alleen de verkeerde plaats wordt ditmaal eigenlijk de Nederlandse natuur. Daar is het plant niet op zijn plaats en daardoor verdient hij het kenmerk invasieve exoot. En daarmee besluit ik graag mijn praatje. Ik dank jullie voor jullie aandacht. En ik moet natuurlijk ook...